Een beetje kracht is ook wel handig, maar dat moet daar precies. Nou, dit is wel heel erg leuk natuurlijk. Ik heb zelf neefjes en nichtjes, neefjes voornamelijk, die hebben alles al. Gewoon, je weet niet meer wat je voor ze moet kopen. En deze kinderen, die hebben echt behoefte aan een leuk cadeau. En dat gun ik ze natuurlijk van harte. Doe ik nu 1 of 2 dagen in de week. Ja. Het idee van Stichting Jarig Job is gestart door de geboorte van mijn oudste zoon. Dat je zoveel spullen krijgt, een overdaad aan spullen. En dan tegelijkertijd zien dat er in Nederland en ook in Rotterdam zoveel armoede is. Je zegt, joh, ja, dat contrast, daar moeten we wat mee gaan doen. De ouders krijgen een pakket met alles erin om van een verjaardag een echte feestdag te maken. Dus er zitten echte slingertjes, de ballonnen, maar ook de karsbordje, prinsessenvetjes. Even afhankelijk van leeftijd en geslacht. Een verjaardagstaart, meerdere cadeaus en het allerbelangrijkste, die tractatie voor op school. Wat gewoon is gebleken dat zoveel kinderen zich ziek melden op een dag van de verjaardag. Leuke boekjes, Koetjeboel. En die, ik heb hier een mooi cadeau. Dat schijnt heel populair te zijn. Een spelletje. En dan nog een klein cadeautje erbij met poppetjes. En eens kijken, wat heb ik nog meer? Och, ook altijd leuk natuurlijk voor een meisje van 4, 6. Een toverstafje. En nou, maar hopen dat dat kindje daar blij mee is natuurlijk. Boekjes, check. 2 cadeautjes, check. Cake. Mix, limonade. Nou, ja, boekjes zijn heel belangrijk hoor. Die willen we echt graag erin doen. Uiteraard kaarsjes had ik al. Ja. Inmiddels hebben we 3 man in dienst. En werken we met 50 vrijwilligers. Vaste vrijwilligers. En dan hebben we 1000 mensen die iedere keer helpen om de verjaardagspakket in te pakken. Er komt dadelijk een groep mensen uit het bedrijfsleven. Die gaan met de hele groep. Zo'n mens of man, vrouw, sorry, van 20. Die gaan ook dozen inpakken voor ons. Dan gaan we hier met die groep aan de gang. En dan laten we ze zelf die dozen inpakken. Als bedrijfsuitje is dat veel gevraagde activiteit tegenwoordig. Door enthousiaste verhalen van andere medewerkers van Jarige Job ben ik ermee in aanraking gekomen. En ja, ik moet zeggen, het is heel leuk hier. Ze zorgen goed voor de vrijwilligers. Dat is ook altijd leuk.